Vastelovend in de Remun dit jaar brengen? Nou, heel kort en heftig. En ik denk dus heel intens, maar wel schoon. Wat werden de hoogtepunten? Hoe verhuisde de gebied dan? Ja, als ik toch één antwoord op kon geven, dan is er altijd het gevaar dat ik ga vergeten. Dus ga je bij het uitropen van onze stadsprins en het uitropen van onze stadsjeugdprins. Dat zijn de hoogtepunten in het seizoen. Nu is 11e van de 11e in Remun, heel anders dan in bijvoorbeeld in Maastricht, hoe het hele Friedhof vol zit. Nou, dit is echt de harde kern. Dit is intiem. We zijn gisteravond gestart op de 10e van de 11e evenement van OS, waar ongeveer 800 fanatieke vastelovensvierders aanwezig waren. Ja, geweldig om daar om 12 uur s'nachts de vastelovend te kunnen openen. Maar dit is intiem. Dit is vastelovend om 11 op 11 met 11 kanonschuur de vastelovend inluiden. En dat hoort erbij. Ja, intiem en bescheiden dus in Roermond. Carnaval Minnend Limburg is vandaag natuurlijk te vinden op het Vrijthof in Maastricht. Daar is het iets minder intiem, toch, Tom Doesborg? Wat is het hier iets minder? Intiem dan in Remun? Ja, dat is absoluut niet intiem. De kijk gewoon op een complete veld met 120.000 mensen. Artiesten die af en aan lopen. Die langs de bühne komen. En natuurlijk, dat is natuurlijk wel interessant. Er zijn veel artiesten bij die proberen hun nieuwste nummer natuurlijk voor het voetlicht te brengen. Want toch is het een interessant podium voor natuurlijk. Al die bands die groepen en artiesten die de afgelopen dagen in de studio's hebben gezeten. Want dan waren het ook over de cup lopen natuurlijk, zo druk is dat het al is geweest. En die artiesten proberen natuurlijk hun nieuwe nummers heel vast te...